Welkom bij deze video waarin ik ga vertellen waarom inzicht in je financiën heel erg belangrijk is. Een tijd geleden ben ik de Happy Financial gestart met als doel om te laten zien dat financiën helemaal niet zo ingewikkeld of saai hoeft te zijn als heel veel mensen denken. Maar juist dat het hartstikke leuk is, maar ook dat je er heel veel uit kunt halen. Dat begint bij het inzicht krijgen in je financiën. In deze video ga ik vertellen waarom inzicht in je financiën heel erg belangrijk is. En dat is niet alleen omdat je dan heel makkelijk kunt besparen. Op dit moment heb ik mijn financiën goed op orde. Ik heb er goed inzicht in. Ik weet precies welke euro erin gaat en waar de euro's naartoe gaan. Dit is echt niet altijd zo geweest hoor. Ik ben 10 jaar lang werkzaam geweest als accountant en in het begin van de periode waarin ik werkzaam was, moest ik echt eindjes aan elkaar knopen. Iedereen denkt dat je als startend accountant goed verdient, maar dat was helaas niet zo. Ik moest op een gegeven moment zelfs theezakjes meenemen vanaf kantoor om maar iets anders te kunnen drinken dan water. Dus dat was echt niet ideaal. Op een gegeven moment ging bij mij echter de knop om, want hoe kon het zo zijn dat ik een salaris had, maar dat ik het gewoon niet voor elkaar kreeg om het eind van de maand te halen. Daarbij ging de knop om en moest ik aan de slag. Ik had door dat ik inzicht nodig had in mijn financiën. Inzicht begon bij mij doordat ik alles ging opschrijven. Ik schreef iedere euro op die erin ging en die eruit ging. Ik doe dat zelf in Excel, maar mijn kasboek werkt eigenlijk ook precies hetzelfde. Ik weet dus inmiddels precies wat er in en wat er uit gaat. Dat betekent dus ook dat als je mij te laat betaalt of als er iets dubbel is afgeschreven, dat je mij als eerste aan de telefoon hebt. Dat gaat echt niet gebeuren. Gelukkig is dat inmiddels een heel stuk verbeterd. Ik weet precies waar elke euro heen gaat en wanneer elke euro binnenkomt. Daardoor kan ik ook goed bedenken wat ik wanneer kan uitgeven. Ik heb een liquiditeitsprognose voor een heel jaar en weet daarom precies wat er volgend jaar op mijn bankrekening staat. Geen verrassingen meer dus voor mij. Maar waarom is dit nou zo belangrijk? Waarom is het belangrijk om te weten waar je financiën heen gaan en hoe je financiën eruit zien? Nou, allereerst, punt 1 is natuurlijk besparen. Op het moment dat je ziet dat je aan bepaalde dingen heel veel geld uitgeeft terwijl je het niet had verwacht, kun je daardoor heel makkelijk besparen. Doordat ik mijn financiën goed opschrijf, weet ik precies hoeveel ik waaraan uitgeef. Een dubbele afschrijving kan dus niet voorkomen en ik weet precies wanneer een bepaalde uitgave verantwoord is, ja of nee. Op het moment dat ik denk, hey, ik moet gaan besparen, kan dat heel eenvoudig, omdat ik weet waar ik extra over heb, welke luxe goederen ik koop en waar ik op kan besparen. Dus als ik een maand geld nodig heb, weet ik, oh, dan kan ik deze uitgaven niet doen en kan ik dat heel eenvoudig schuiven. Punt 2. Op het moment dat je gaat sparen voor een grote aankoop, is het fijn om inzicht in je financiën te hebben. Je weet op die manier hoe lang je erover gaat doen om het geld bij elkaar te hebben voor je grote aankoop. Op die manier heb je ook iets om naar uit te kijken. En in mijn beleving gaat het dan ook een stuk makkelijker om te sparen. Zeker als je weet hoe lang je nog moet en hoeveel je iedere maand opzij kunt zetten. Punt 3, dat vind ik zelf eigenlijk wel het belangrijkste. Je wil het gewoon weten. Ik wil gewoon weten waar mijn geld heen gaat. Ik werk er iedere maand hard voor, dus ik wil ook gewoon weten waar die euro's naartoe gaan. Het is toch ook zonde om het niet te weten? Waarom zou je het niet willen weten? Dat is voor mij het belangrijkste, doordat ik het wil weten en doordat ik het weet hoe het werkt als je het niet doet. Dus ik weet wat de keerzijde is op het moment dat je geen inzicht hebt in je financiën en daardoor onverwacht veel te veel gaat uitgeven ten opzichte van wat er binnenkomt. En jij? Heb jij inzicht in je financiën? Weet jij hoe je ervoor staat? Wat zijn voor jou de redenen daarvoor om ervoor te zorgen dat je inzicht hebt in je financiën? Ik ben benieuwd. Laat het me weten in een opmerking hier beneden. En doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. En vergeet je ook niet te abonneren op de Happy Financial. Want iedere week komt er een nieuwe video online.